afscheid te nemen? Nee, helemaal niet. We wonen hier niet meer. Dus ik ben in mijn lege huis, heb ik de nieuwe burgemeester even rondgeleid. Ik had me enorm verheugd om het er persoonlijk allemaal te kunnen laten zien. Ik vind het een hele goede opvolger. Dus ik ben gewoon tevreden dat lang voor mijn vertrek, wat zeg ik, 2 weken voor mijn vertrek, er een nieuwe burgemeester is. Ja. Vindt het een goede keus? Ik vind het een uitstekende keus. Ik denk dat Amsterdam zich gelukkig mag prijzen met Job Cohen. Sommigen van u die hebben mij ook al gevraagd van, ja, waarom wil je nou eigenlijk naar Amsterdam? Dat is natuurlijk een belachelijke vraag. Want wie zou dat nou niet willen? Amsterdam. Prachtige stad. Bijzondere stad. Veelzijdige stad. Stad met een enorm verleden. En dus ook met een enorme toekomst. Een hutspot van alles wat er in het leven gebeurt. En alles wat er in het leven gebeurt, dat gebeurt hier. U bent staatssecretaris van Justitie geweest en heeft daar het asielbeleid drastisch aangepakt. Het aantal asielzoekers beperkt, illegale geweerd. Wordt het dan niet lastig om burgemeester van Amsterdam te worden? Het is ongetwijfeld zo dat ik vanuit de positie die ik nu heb, dat ik het van een andere kant benader dan het zo zal zijn als ik burgemeester van Amsterdam zal zijn. Maar het probleem zoals het er is, wordt daar niet anders van. En hoe linksom of rechtsom zullen we met elkaar moeten proberen om daar, als het even kan, oplossingen voor te vinden. U bent 2 jaar staatssecretaris geweest. U wordt genoemd als een van de kroonprinsen van premier Kok. Gaat u het langer maken in Amsterdam dan 2 jaar? Zonder enige twijfel. Waarom bent u daar zo zeker van? Nou, om de heel eenvoudige reden dat de vertrouwenscommissie die mij in de grootst mogelijke vertrouwelijkheid heeft gehoord, ook wel tegen mij aan mij heeft gevraagd en ook in de profielschets stond, tenminste 6 jaar. En die vraag is mij nog een keer gesteld en daar heb ik onomwonden ja op geantwoord. Job Cohen vanuit zijn nieuwe hutspot in een bijdrage van Gabrielle van Gelderen. Een benoeming zonder gedoe is het bepaald niet geweest. Cohen is nog maar 2 jaar staatssecretaris. U zag dat net ook al in die bijdrage. Hij doet de asielzoekers en dan word je geacht de volle kabinetsperiode uit te zitten. Maar hij stond nu eenmaal bovenaan het verlanglijstje van de hoofdstad. Een moeilijke stad met mondige mensen. Maar als je het goed doet, word je daar ook op handen gedragen. Gratis advies van prominente en minder prominente Amsterdammers, opgetekend door Marcel Baas. Het lijkt mij een hele goede keuze. Ja. Ik weet niet precies wie hem gemaakt heeft. Althans, ik ben daar persoonlijk niet bij betrokken geweest. Oh ja, is het al bekend? Nou, hij is dus niet gekozen. Dat is het hele probleem. Zijn ze door de ellende heen? Goed zo. Ik denk dat hij een goede bestuurder is die Amsterdam nodig heeft met charisma. Wat ik zo hoor lijkt het een aardige, vriendelijke man die goed uit zijn ogen kijkt. Ik denk dat een rustig, humaan type bij iedere stad past. Nieuwsgierig is dus en die ook durft. Dat benoemen via achterkamertjes over de hoofden van de burgers heen, daar kan ik me over opwinden. Nou, als Ton van Rooyen boos is ben ik het dan meteen niet meer. Dus ik ben heel blij dat Ton van Rooyen niet en Job Cohen wel onze burgemeester wordt. Ja, maar het gaat niet zozeer om mij. Echt niet. We hadden hem beter kunnen kiezen. Misschien hadden we een ander gekozen. Maar als we hem gekozen hadden, dan had hij geweten dat we hem meetrekken in onze chaos. Wat Job Cohen moet doen? Die moet de terrasjes weer vrijgeven in de zomer. Die moet de koninginnennacht teruggeven aan de Amsterdammers. Die moet de vertruttiging van Amsterdam weer recht zitten. Eigenlijk alles wat Schelte Partijn de afgelopen jaren heeft verziekt, dat kan hij weer repareren. Wat er onder Partijn ook gebeurd is, en dat vind ik ze echt belachelijk, dat is in de zomer dat er een ware terrasterreur wordt uitgeoefend. Partijn heeft het geweldig gedaan, absoluut geweldig. Die krijgt van mij een 10 min. Ik woon zelf naast een café en daar komt dus 3 keer in de week komt in de zomer de milieupolitie langs om het aantal stoelen te tillen wat buiten staat en dan krijgt hij weer boetes enzovoort enzovoort. Ik vind gewoon op mooie zomerdagen moeten de terrassen onbeperkt uitgebaat worden. Partijn was een heer, maar misschien soms wel eens een beetje te veel heer. Je moet ook af en toe met de vuist op tafel kunnen slaan en zeggen, nou hou jullie allemaal je kop. En zo moet het. Het eerste wat hij op zijn bord krijgt zijn de taxis. Dat is totaal uit de klauw gelopen. Dat begint maffia-achtige structuren te vertonen. Ik mag hopen dat hij de corruptie aanpakt van de openbare dienst in Amsterdam. Hij moet gewoon het eerste zich kenbaar maken in,
in die buurt die het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten worden. Als je een specifiek punt wil nemen waar je natuurlijk mee te maken hebben, is wat doe je met zwervers en met junk? Kijk, wegjagen is geen beleid. En ik denk dat je eerder aan onderkomen moet denken. Dus dat is een aandachtspunt. Ik denk dat er aan de criminaliteit dringend wat gebeuren moet. Ik denk dat je hard moet leren nee zeggen in Amsterdam. En dat je de scheldende partijen achter de coulissen uit elkaar moet kunnen houden. Je hebt een middenstand, je hebt bewoners, je hebt allerlei culturen in de stad. Je hebt criminaliteit, je hebt mensen die volkomen aan de onderkant zitten. Je hebt schatrijke mensen, je hebt Ajax wat het niet goed doet. Wat moeilijk is, is de multiculturele samenleving, om dat tot een geheel te bereiden. Amsterdam schijnt de enige plek op de aarde te zijn met de meest verschillende culturen ter wereld. 180 verschillende. Dat is uniek, maar dat is al in eeuwenlang zo geweest. Dat moet in elkaar geschoven worden als dat moet. En dat is denk ik niet makkelijk. Wat ik begrijp is dat hij een goede samenbinder is. Ik denk dat dat heel belangrijk is met die eigenwijze Amsterdammers. Nee, hij moet wegblijven. Hij moet absoluut wegblijven. Dit is antidemocratisch, dit kan niet. Dat meen ik echt. Hij moet niet komen. Hij moet wegblijven. Hij moet absoluut wegblijven. Je kunt banen scheppen. Criminaliteit met wortel en tak uitroeien, dat zal niet lukken, maar toch dat aanpakken. De Junker. Ja. Dat vind ik verschrikkelijk af en toe hier. Hier heb je een fotobord en dan kom je de mensen in, die gaan de boot uit en dan liggen ze gewoon te spuiten hier voor je deur neer. Ja, schoon om te beginnen. Ik bedoel, hondenpoep en al dat soort dingen. Dat je veilig en lekker kan lopen en zonder dat je op de grond moet letten. Toch een beetje weer normen en waarden terugkomen in Amsterdam. Het is een beetje verloederd. Hij heeft helemaal niets met Amsterdam. Dat vind ik een belangrijke voorwaarde voor een burgemeester. Aan de andere kant kan het ook een heel groot voordeel zijn. Want Amsterdam heeft een sterke neiging om in zichzelf te keren. Voortdurend de Dam als een middelpunt van de wereld te zien. Het is een heel erg groot stadsdorp. Meer dan de andere dorpen in Nederland. En als hij durft kijken en durft praten, dan zullen we zien. Ik denk dat hij de armoede nooit moet vergeten in deze stad, want die is groot, met name onder groepen waar je het niet onder verwacht. Maar dat hij aan de andere kant ook heel goed moet letten op de rijkdom. Want ook die rijkdom kan een heel groot probleem worden de komende jaren. Dus ja, hij lijkt me eigenlijk de aangewezen figuur om eventuele tegenstellingen te overbruggen. En er komt nog iets bij. Ik denk als je dat niet ambieert, dat je dan ook geen burgemeester van Amsterdam wilt worden. Ik denk dat dat de heer Cohen de kop gewoon koel moet houden. Job Cohen, blijf jezelf. Word niet zo ambitieus dat je binnen de kortste keren weer naar Den Haag geroepen wordt. Doe dat vooral niet. En verder, ik wens je ontzettend veel succes. Ga hard werken en genieten met je familie in deze stad. Die volgens mij zijn de stad en jij voor elkaar geknipt. Nou, maar hopen dat hij heeft geluisterd. Niemand weet precies hoe hier uit.